Jan Vleerakkers uit Asten ontving op vrijdag 3 juli de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de hal van het gemeentehuis met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Beste heer Vleerakkers, officieel. Het kapitel voor de civiele orde heeft daarom vastgesteld dat u kunt worden gekwalificeerd als iemand die zich ruime tijd ten bate van de samenleving is ingespannen of andere inclusieve leven. En het is mij dan ook voor de tweede keer een eer en genoegen u mee te delen dat het zijn koning, zijn majesteit de koning, heeft behaagd om Johannes Adriaan Vleerakkers te noemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En nou heb ik ook weer iets bijzonders, dat heeft ook weer met affiches te maken. Ook een burgemeester moet de anderhalve maatregel, de anderhalve regelmaatregel, respecteren. Dat heeft de koning ook tegen mij gezegd. En daarom zou ik het wel goed vinden, als jij het ook goed vindt, dat Ria naar voren komt en dat ik de doos aanwijs en dat ik aan haar graag om namens de koning en namens de burgemeester de waardering en de onderscheiding om te stellen. Wil jij dat doen, Ria? Blij dat jullie er allemaal zijn en de burgemeester heeft iedereen al verwelkomd. Zoals hij heeft gezegd, ik heb al enkele waarderingsvelden ontvangen, maar deze is natuurlijk van een geheel andere orde. En daar ben ik ook iedereen die daar aan heeft mee kunnen werken heel erg dankbaar voor. Beste Jan, het was niet helemaal onverwacht vandaag, maar het is wel een hele speciale dag, toch? Ja, dat is zeker. Ja, dat was al aangekondigd natuurlijk op de verjaardag van de koning. Toen de burgemeester mij dus op de hoogte bracht van deze onderscheiding. Ja, ik was natuurlijk zeer verrast dat een onderscheiding aan zat te komen. Ja, had ik misschien wel ooit in mijn gedachten meegenomen. Maar eentje van deze orde, ja, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Toen u het telefoontje kreeg, kunt u nog even terug naar het 24 april. Waar ging het over heen? Nou, ik werd volkomen verrast door het feit dat er een kennis van mij met een bosje bloemen aan de deur kwam. En, want ik stond met mijn werk er nu aan, zelfs de klompen aan, in de voortuin. Een beetje in het grassen en alle plantjes bij te harken. En ja, die twee komen eraan. En meteen ging ook de telefoon binnen dat de burgemeester aan de lijn was. Nou ja, die waren dus op de hoogte van het feit dat wat ik juist heb geschetst. Ja. Ja, superleuk toch? Ja. Want ja. Ik kan wel zeggen dat voetbal in uw hart zit, hè? Dat is er ingeslopen, niet zozeer van thuis uit, want ik was denk ik de enige die bij ons thuis echt behept was met het voetbalspelletje. Maar ik heb dat op de dag van vandaag, met dank natuurlijk aan mijn gezondheid, steeds vol kunnen houden. Ik ben ook altijd zeer gedreven geweest in deze hobby. Want anders reis je niet het hele land door om dit soort activiteiten allemaal te kunnen. En het was ook heel vaak met alle andere bestuursfuncties en commissariaten erbij, was natuurlijk vaak dubbel op, hè, door de week en in het weekend. Ja, ja. En waar ligt dan uw passie het meest? Is het toch in de commissariaten of zeg je nou, zet mij maar op het veld als scheidsrechter? Nee, de insteek is natuurlijk de hobby die je hebt en daar is alles mee begonnen. Dat is toch op het veld, het zij fluiten of vlaggen. Ja, ja. Daar is alles mee begonnen en dat de rest er allemaal bij gekomen is, dat zijn gewoon allemaal, dan val je op en dan willen ze wel eens wat meer van je weten. En dan kom je in een bestuur en in commissies en noem maar op. En zo blijf je erin. Tot op een respectabele leeftijd nog steeds actief. Ik probeer het zo lang mogelijk te houden. Ja goed, iedereen zal dat natuurlijk wel moeten. Maar als je naar je lichaam luistert en je krijgt de indruk dat het nog gaat, nou dan ga je gewoon door. Ja, want zo simpel is het. Enorm gewaardeerd. Ja. Die waardering is uitgesproken. Dat kun je nou zien met heel mooi wat op je borst krijgt. Ja, het is natuurlijk eentje van een andere orde. Hè? Ja, dat snap je. Het is u van harte gegund. Dank je wel voor alle voetballiefhebbers in Nederland. En het is een landelijke onderscheiding bijna. Ja, ze kennen me landelijk wel. Dus wat dat betreft, tenminste in de scheidsrechterswereldje ben ik toch wel wijdverzijd bekend. Ja, ja. Hartstikke mooi. Fijn dat wij die inwoners en assen daar graag in Asten hebben. Want dan weten wij ook wat u allemaal landt. Dank u wel en geniet van deze dag. Ik dank u.